Hi, Joost van Healthy Yoga. In deze video neem ik je mee naar de uitleg over de decompressieademhaling. Een ademhaling waar nog niet zo heel veel van te vinden is, maar die we wel veel toepassen in onze yogalessen, maar ook in onze scholingen voor yogadocenten. Op die manier krijgen we er steeds meer vragen over, vandaar deze opname. Ik neem je eerst mee naar hoe de ademhalingstechniek gaat, dan kort wat er gebeurt voor de wervelkolom en ook een stukje voor de schouder. En wellicht in andere opnamen gaan we weer op andere facetten in. Ik pas deze ademhalingstechniek nu een jaar, anderhalf toe bij onze morning routine en nog steeds ontdek ik nieuwe dingen. Anne, ik ga hem eventjes doornemen. Je zit rechtop. Plaats beide handen aan weerszijden van je ribben. Voel je ribben. De vingers aan de voorzijde van de ribbenboog. Lift je borstbeen omhoog. Je navel is licht ingetrokken. Visualiseer een ballon in je ribbenkast. Als je inademt, maak je je ballon zo groot mogelijk, adem naar je flanken en je ribben. Door uit te ademen, hou je je expansie in je ribben en trek je je navel in en onderste ribben voel je ook wat ingaan. Maar toch, je borstbeen probeert te liften, je sternum. Adem in weer naar je handen toe, maak de ballon nog groter. En uitademend hou je die expansie in je ribben en trek je je navel in en uitademend je onderste ribben lichtjes in. Blijf je borstbeen en sternum liften. Nogmaals inademend schouders mooi zacht houden en uitademend herhalend navel in, onderste ribben in. Expansie elke keer blijven opzoeken, ook als je uitademt. Probeer wat te spelen met deze ademhalingstechniek. De uitleg over waarom die zo'n mooie meerwaarde heeft voor je wervelkolom, voor je schouder en waarom die de decompressieademhaling heet. De decompressie vindt plaats vanuit de rug. Dit is de compressie in de rug, maar die haal je er vanaf. Ook de compressie in het overhellen proberen we eruit te halen door je rug neutraal te houden. Daarnaast zou die wellicht ook de decompressieademhaling kunnen heten, omdat we het diafragma van onze organen afliften en het diafragma proberen te verwijderen door de inademingsstand te behouden. Wat het gevolg is voor de middenrug, voor de thoracale wervelkolom, is dat je daar in wat extensie werkt. Je lift je borstbeen omhoog, maar je trekt die onderste ribben in. En daarmee ga je een beetje tegen het patroon in van waar onze borstwervelkolom een beetje in vast zit door onze moderne levensstijl, al doen we flink ons best met yoga. Deze manier wrik je echt een beetje die middenrug en die ribben, wat een nauwe samenwerking heeft, wrik je als het ware een beetje los. Ook de positie voor je nek die wordt wat geneutraliseerd, doordat je het sternum zo mooi lift en je navel intrekt. Dus ook voor nekklachten kan dit een hele mooie tool zijn. Je lift ook je thorax op, wat ook voor de vormen van onze thorax, als dat meer naar voren toe gaat, dan gaat onze schouder ook meer naar voren toe, waardoor we langzamerhand steeds meer een lichtbeperkte schouder aan het ontwikkelen zijn voor onszelf. En dus op die manier ga je eigenlijk door het fundament van de schouder, je thorax, je ribben, anders te positioneren, dan krijg je meer ruimte voor die schouder, waardoor die minder snel inklemt. Dit zijn in een korte uitleg wat meer mechanische functies hiervan. Wellicht komen we door de tijd heen nog andere filmpjes lanceren met andere uitleggen daarvoor. Zie ook onze video over schouderklachten als je daar meer van wil weten. En wellicht zien we jou bij een volgende video of een andere scholing. Tot de volgende keer.